Goedemiddag! Castlefest, yay! Yeah. Met Magico! En Eevee! En Phoebus! Oh. En Eevee! En Magico! Goedemiddag allemaal en welkom bij deze speciale vlog van Castlefest. Ja, het wordt hier niet met interviews, microfoontjes. Ik ga gewoon de camera pakken, we gaan gewoon het een en ander filmen. We gaan hier ook al geheime dingen filmen van een video waar ik het nou nog niet over kan hebben. Sorry, wat zegt u meneer? Waarom zou ik hem even weren? Magic Carp is geweldig. Welk team is het? Team Instinct. Allemaal. Ja, allemaal. Team Instinct. Dus, Magikarp, ga verder. Vertel je verhaal, vertel iets. Iets. Phoebus, kun jij dat overtreffen? Nou sta je in de spotlight. Nu kun je waarmaken hoe Phoebus in elkaar steekt. Ben jij beter? Vertel, verhaal. Iets meer. Lang geleden, toen Castlefest nog... Ik zet heel eventjes rustig neer. Toen was er inderdaad alleen maar Magikarps en Eevees. Magikarps en Eevees. Als generatie 1, Phoebus bestond nog niet eens. Totdat er in één keer ontdekt werd dat Magikarp evolueerde in een Gyarados. Gevaarlijk! Zekers! Maar de kracht van Jolteon was veel sterker. Ik krijg nu ruzie. Dit verhaal gaat nergens over! Wanneer is het afgelopen? Nu dus! Nu! Als je het hebt over Jolteons die beter zijn, dan is het afgelopen. Oh ja, en wie is er zo enorm op zoek naar een Jolteon? De muziek past erbij, je hoort het niet goed, maar... Laten we het niet over de Pokémon Trading Card Game hebben. Jawel, laten we het vooral over de Trading Card Game hebben. Nee. Hoe is jouw ervaring met Castlefest, meneer Zonnebril? Meneer Zonnebril, meneer Klasser. Nou, nog... We zijn hier pas net, maar... De sfeer is echt geweldig nu. Hier zien wij een Magikarp trainer aan het drinken met zijn ananassap. De wereldbekende ananassap. Ik hoor iets trillen. Een lure is uitgewerkt, er is hier een Pichotto gespawnd. Tenminste, ik heb nou mijn app niet aanstaan, want dan ga ik in de Efteling een leuke video over maken. Maar blijkbaar staat daar een Pichotto. Er is een wilde Pichotto daar. Het is een hele interessante spijkerbroek, maar ik moet wel focussen. Schermpje zie ik nou niet echt goed, hij focust niet goed. Het is een Pichotto. Maar ik ben aan het vloggen, dus lekker belangrijk. Dus Castlefest. Weet je wat, ik ga mijn statief er even bij pakken. Jongens, pak heel even mijn statief erbij. Ah, dat is veel beter met de statief. Dan hoef ik niet de hele tijd te gaan lopen zieken met... Ik ben blij, ik heb een keertje... Op het rijtje hier. Iets draaien. Ja, goed zo. Come on, guys. Jee, ze zien jou ook. Ik vind het belangrijk dat ze deze hieronder zien. Hier, deze. Ik bedoel, kijk. Wat een swag. Veel beter. Ja, jongens. Moet wel naar blijven. Even weer omhoog. Ja. Castlefest is een beetje als Elfia, maar van Elfia heb ik nooit een vlog gemaakt. Oeps. Ja, die heeft het goed te maken. Hoe leg ik dit uit? Ja. Daarom heb ik nou... Moet je kijken hoeveel zooi ik bij me heb. Ik ben Pokémon Go aan het spelen trouwens, jongens. Dus even een momentje. Ik zet zo voor jullie de Pokémon Go app even aan. Dan hebben jullie ook beeld van Pokémon Go, wat wij precies zien. Magikarp! Het is awesome. Dan moet je niet zo op de achtergrond zijn, dan moet je even gewoon gezellig in beeld komen. Oké, nou jongens, ik heb Pokémon Go nu aanstaan. Als er iets spannends gebeurt, dan komt het beeld wel even in beeld. Er is nou een Drowsy toevallig. En maar een Pidgey. Ja, en een Pidgey inderdaad. En Pokestops, heel veel Pokestops. We hebben hier een lure party. Yep. Dus, maar ja, Castlefest. Elfia inderdaad, maar hoe kan ik dat met evenementen wat de kijkers nou hebben gezien? Hoe kan ik het daar het beste mee vergelijken eigenlijk? Ja, want het lijkt totaal niet op een anime conventie. Of een Tomoplay? Ja. Sowieso, het weer moet meezitten. Ja, bij Elfia hadden we een beetje last van... Hij gebruikt Splash!
jammer dat jullie daar niet zijn, maar gebruik de splash. Ja, ik ben ondertussen deze drausje aan het vangen, dus en ik ben er echt waardeloos in. Kijk, hier hebben we... Ja? Hallo, waar verkoopt u dan? Waar verkoopt u? Hallo, verkoopt u pokeballs? Dan weet ik nog niet waar je verkoopt, hè? Dan loopt hij wel voorbij dat hij het verkoopt, maar dan dacht hij niet wat hij verkoopt. Het was maar 10 kilometer uit. Oh, wat is het? Show het voor de camera. Show het. Maar 10 kilometer uit. Ik hoop dat het een... Ja, ik hoop dat het zien is. Ik weet niet, maar ik zal vertellen wat het is. Het is een... Ineenstinkt. Een horsie. Wap, 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 wap. Ik heb ondertussen het rousie gevangen trouwens. Jee. Ik maak hier gewoon een montage van, want we zitten hier gewoon te zitten. Het is niet echt heel spectaculair, maar er komt van alles komt er voorbij gelopen. Nog een ijs uit. Dus hartstikke gezellig. En ik heb de recording oplopen, dus mocht er iets spannends gebeuren hierop, dan zien jullie dat ook gelijk. Hallo! Jolteon! Ja, we hebben Jolteon! We hebben Jolteon! Ik weet niet, sta je in beeld? Volgens mij wel. Kijk, daar hebben we Jolteon. Editor, zoom er even op in. We hebben iemand met Jolteon. Helemaal geweldig. Ja, kijk hier. Ja, ik zie het al. Goed met je kaart. Oké, jongens, ga ik Eevee spoelen. Eevee? Ja. Waar? Eevee! Jongens, we hebben een Eevee! Eevee! Oké, jongen, luister. Gewoon. Ik ga kijken of ik een foto kan maken tussendoor die Eevee zo. Waar zit hij? Hij zit op jouw schoot. Ah, gezellig. Het is een hele rare foto, maakt niet uit, hoort erbij. Hij kijkt wel heel erg ondeugend. Hij lijkt heel erg op mijn Eevee. Ik vind hem goed genoeg. Oké, jongens, we gaan hem vangen. Hij is niet echt op een hoog level, maar dan maakt niet uit. Kan ik training geven namelijk aan de andere. Ze zetten de A echt gelijk uit. Oké. Okay. Eevee! Ja, er is hier een Eevee. Ja, inderdaad. Ja? Ja. Ik ben hem nu aan het vangen. Noem hem Rainer, dan krijg je Vaporeon. Noem hem Rainer, dan krijg je Vaporeon. Ik heb Vaporeon al. Ja? Ja. Pyro. Shiny. Oh, cool. Dit is zelfs een shiny. Cool. Cool. Wauw, dat klonk als Arnold Schwarzenegger. Inderdaad. So cool. Get into the chopper. Eevee, nee, niet weg, rennen, niet weg, oké. Okay. Is hij er nog? Ja, hij is er nog. Ik ga ultraballs gebruiken, screw it. Ik dacht dat je dat altijd met Eevee's deed. Nou, soms niet. Als ze onder de 300 zijn, dan is het niet altijd nodig. Oh, hij gebruikt kopstoot. Eevee, luister. Ultraballen zijn duur. Is geen speelgoed. Oké. Okay. Heb ik niks? Oké, dat ga ik niet zeggen. Mijn aim is terrible. Het is terrible. Maar ik dacht dat je zo'n goede Eevee hebt. Dat ben ik ook, maar deze die is heel speels. Oh. Ik gooi er overheen. Oh, ik heb nog maar 3 ultraballs. Nee, nou doet hij weer komst, terwijl ik goed gooi. Oh, kom op. Zelfde play je met slechte tint. Hou je mond. Oh, die Eevee trainen, de beste plan. 1, 2, 3. Ik heb hem. Oh, ik begon me al een beetje zorgen te maken. Maar dat is weer uit, zo'n lure. Ja. Dus als je een lure gebruikt in een bosgebied, krijg je Eevee's. Ja. Blijkbaar. In ieder geval welkom bij ons Pokécenter. Dank je. Helemaal vergeten. Hoi kijkers! Ja, soms knip ik er even in één keer uit, want als we dan zo bezig zijn, randomheid is random. Plus, dan kan ik even dat Pokémon deuntje erbij gooien, dus... Random gast die even in het beeld komt. Hi random gast. Hi random gast. Random gast die even in het beeld komt. Hi. Hi. Hoe gaat het random gast die even in het beeld kwam? Goed. Ondertussen speel ik ook nog steeds Pokémon Go, yay. En de random gast is hier net gekomen en net gekomen.
Ja. Maar mijn random gast die net in het beeld kwam, waarom is dat dan een flat ding? Ja. Oh, dat is inderdaad vervelend. Ja. Bandjes wil ik niet, hij zit scheef. Ik stem zelf wel met dat ding in mijn bols. Ook al. Het zijn die kleine details. Ja, ja, ja. Het zijn de kleine dingen die je doet. Zijn de kleine dingen die je doet. Zijn de kleine. Zijn de kleine dingen die je doet. Dat zijn de kleine dingen die je doet. Die je doet. Zo zijn wij altijd bij events. Gewoon willekeurig in één keer random uit. En zelfs niet op events. Oh nee, klopt. Herinner je nog de weg hierheen? Ik schaam mij nu al. Ja. Iedere keer beleef je het weer met Pokémon. Ah, woe! Zo word je in het nauw gedreven. Dan moet je rennen voor je leven. Hou je dan maar stevig vast aan Eevee. Ah, woe! Ik zie nou helemaal niks, dus dit wordt gewoon blind. Dat maakt niet uit, ik hou hem gewoon zo vast als zelf. Ja, je bent toch altijd blind? Ja. Ik ben Danny blind. Dus, maar dat YouTube, dat wie ben jij dan? Van YouTube, dat is een YouTube naam. Staat in? Joep van Bril. Hoe is jouw kant? U. Ja, dat kan. Gezellig. Zo zie je maar weer. Zo ben je dus bij evenementen, ben je dus gewoon aan het vloggen, ben gezellig aan het rondhupsen, heb je Eevee bij en zo kom je dus ook gezellig gewoon. Kijk tegenaan. Dus sterk man. Ik weet het, het is links. Goed zo, kijk. Ah, ik heb je allemaal nodig. In één keer is een kracht van hier begint een aardbeving. Dan zijn de kijkers een beetje duizelig. Rustig blijven hoor. Kijk, en daar hebben we de pretzels. Daar hebben we ik weet niet of het in beeld staat, maar we gaan het gewoon proberen. Kijk, op de pretzels. Ja, wel lachen. Give me a bread. Dus ja, we zien hier eigenlijk van alles. Kan je een beetje weer even een beetje dichterbij, jongens? Want ik moet mijn tas wel meenemen. Zo. Dus dat doet me een beetje denken aan Monty Python. De Pokéball valt weer. Pak jij hem? Ja hoor, ik pak hem. Statieven, het zijn nou de nieuwe selfie sticks. Yep. Give me your bread! Zoals net kaas geen zonder 1,50. 1,50? Aan een half muntje. Wat? Het is goedkoper met dan. Wacht, met kaas? Waarom? Pretzels, hallo! Je hebt de klant die je mist! Ik heb honger! Wij lopen al de hele dag te zoeken naar voedsel. Wat heb je nou precies? Je hebt mijn kaas en dat is 1 munt? Gewoon is een halve munt. Oh. Nou nee, ik heb wel een muntje. Het klonk al een beetje onlogisch. Dus. Hij zei anderhalf voor een gewone. Nou, gewoon lekker zo. Ja, ik ga er ook één nemen. Kijk, we hebben dus een pretzel van deze. Vindt u het eigenlijk om op YouTube te komen? Moet ik eventjes vragen. Nee? Nou, we hebben van deze mevrouw dus net hier... Camera's hier. Kijk hier, zakenman. Dus hier hebben we nou net de pretzel gehaald. Ja, lekker. Heerlijke pretzels. We hebben eindelijk toch wel voedsel, kennen we dat? Ja, ondertussen wel. We werden een beetje los, we kregen honger en we konden niks echt fatsoenlijks vinden. Dus, Ik spring jullie lekker. Ik wil even een rondje. Een rondje zo. Hey, we zien alles. Nou, zoals ik al zei, ik zal jullie dus meenemen de tent in. Dus het is de pijp uit of de tent in. Hier zijn ze toevallig Magic's aan het spelen. Dus ik blijf in beeld hier zo. Dus die zijn heel erg interessant aan het spelen. Dus Magic the Gathering. Maar ik zat eventjes te zoeken of ze hier dus ergens Pokémon kaarten aan het spelen waren, maar wij zijn teleurgesteld. Maar ze spelen wel andere leuke spellen. Zoals? Nou, ik weet King Tokyo is wel een leuk spel. Wat is King Tokyo dan? Het is niet makkelijk om jou zo in beeld te houden. Oh ja, je hebt monsters die Tokyo binnenkomen en dan... het is volgens mij een coöperatief spel, maar het is lang geleden dat ik dat gedaan heb. Oké. Maar het is wel een leuk spel. Ja, hun probeerden hem ook op Dungeons & Dragons uit te leggen. Het is hier warm in de tent trouwens. Dus veel te warm in de tent. Ja.
We zijn gewoon aan het vloggen, hartstikke leuk. Vlog, vlog, vlog. Vlog, vlog, vlog. Vlog, 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 vlog. Zo, steek bijna meneer zomaar in één keer in zo'n bord met de camera, dat is niet de bedoeling. I'm gonna be the very best, like no one ever was. Evie, Evie. Evie, nou ja, Evie wil we graag in de vlog zo te zien. Welke Pokémon ken jij? Ken je Evie? Ken je ook Evie? Leroy heeft fans. Leroy heeft fans, jongens. Ik weet niet, Leroy heeft blijkbaar fans te pakken gekregen. Ik weet niet hoe dat hij het voor elkaar heeft gekregen. Maar hij heeft fans. Daar zijn cardgames daar binnen. Oh, ja. Ja, professional die een kaartje aan het pakken is, jongens. Oh. Dat zijn point of view. Mijn point of view op kaartjes zoek. Ja, ik heb echt heel veel vakantiekiekjes ook van mijn Pokémon, dus kijk. Nog hoger. Alstublieft. Kijk, ik zal het heel even, ik kan het niet laten. Kijk, als je hier gaat kijken. Even. Ja, dat is ook Eevee. Bijna zelfs een Nederlandse kaart. Kijk hier, dat zijn mijn vakantiekiekjes. Deze neem ik morgen mee. Dus allemaal vakantiekiekjes. Nou, ze staan er maar heel mooi op. Ja, daarom. Dus, hoi. Ik vind hem Engels cameraman. Ja. Oh. Normaal heb ik er zelf... Hij is een vliegtuig. Ik denk dat hij een vliegtuig is. Valt in één keer de camera ervan af. Toink! Verlies ik wel 1 AP op, hè? Ja, wel 1 AP, hè? Actiepunt. Speciale cinematische effecten. Ik denk dat ik hem nog ga gebruiken ook. Ja. Even zwaaien zo, zwaaien. Doei. Doei. Nou, we gaan gauw verder. Ja. Dus op naar de volgende scène. Editor, knip. Wat? Wat is het? Eevees. Eevees? Ja. Oh, wij zien Eevees. Wij zien Eevees. Wij zien Eevees. Hij heeft Eevees. Oh, deze zijn zo schattig. Oh, kijk hier nou. Deze hebben zelfs versterking in de oren. Dat is wel mooi. Hoeveel is deze? 22. Dat valt wel mee. Even kijken. Jongens, waarschijnlijk hebben we hier... Waarschijnlijk hebben ze een klant. Heeft u bezwaar tegen trouwens dat er gefilmd wordt? Nee? Oké. Dit is ook een kleine Eevee. Ja. Auto. Hij voelt zich nou al thuis. Maar dat is niet de bedoeling, Eevee. En ook jongens, een kleine Umbreon. Jongens, we hebben een probleem. Ah. De eerste aankoop is al erbij. We hebben er een Eevee bij. Ah. Eevee heeft nou... Ja, echt hè. Nou, het zijn ook echt twee verschillende. Het zijn echt de Eevee broertjes zo. Nou. Heel lief. Ja, inderdaad. Heel lief. Oftewel, we gaan weer verder. Yes. Ik krijg al gelijk ook te horen van, jij bent ook echt overal, hè? Ja. Nee hoor, lijkt alleen maar zo. Lijkt alleen maar zo. Dus, dat hoor ik ook zo vaak. Maar er was, we hebben nog steeds geen pouch en dat was eigenlijk de main thing waar ik dus geld voor opzij had gelegd. Maar ja, je kent mij als ik weer een Eevee, dit is zo schattig, is een fluffy. Dit is ook zo fluffy, dit is er ook weer zo eentje van, als je die vast hebt, laat je hem nooit los. Wat, bij welke? Fluit. Nee, daar wouden we nou nog heel eventjes naartoe gaan. Ja, we hebben fluiten erbij. Dit is een nieuwe selfie stick, selfie stick 3.0. Dus nog zo. Van Fata Morgana ondertussen. Ik vind het wel als een leuk instrument om op te introduceren. Net als kleine versie. En dan toch gooi je heel eventjes een applausgeluid of zo. Doe even iets. Nee, editor, die zorgt er al voor. Dat is makkelijker, want ik zit nou met mijn handen vol met Eevee-problemen. Dus Pokéball die valt alweer bijna. Wij gaan het gewoon doen. Komt goed. Ja, gaan we eens veel. Thank you.
blokfluit bijvoorbeeld. Ja. Dus, moet je niet stoppen. Hè? Moet je niet stoppen. Oh, moet ik niet stoppen? Doorgaan, doorgaan. Ja, de moeite. Ja. Mijn naam is Stevie. Heeft hij verzonnen voor me. Nieuwe bijnaam Stevie. Graag gedaan. Dus niks Zeepie. Zeepie is 2015. We gaan over naar Stevie. Stevie. Oké, volgende scène. Maakt niet uit. Ik ga hem terugstoppen, want dan kan ik Evie bijhouden. Nou, we hebben net eindelijk de poker rap dinges waar ik niet over mag praten. Doe ik lekker toch. Die hebben dus net... Oh, auw, ah! Goed, we zien hier Magikarp en ik weet niet waar zijn feedback is, maar blijkbaar kiezen de Magikarp trainers het voor om het zomaar uit te vechten. Kijk, hij staat bijna op zijn schild. Dat is een minnige! Sorry, wat? We zijn net klaar met opnames, echt serieus. En, Oh, hey! Sorry. Ik zie je nu pas. Ja, sorry. Hey, wist niet. Here comes a new challenger. Ik probeer het nog een keer te zeggen. We waren net klaar met de opnames eindelijk van waar ik niet over mag praten. En nou zijn ze daar elkaar gewoon helemaal in elkaar aan het rammen. Ja, terug. Ik wil nog een beetje beknutselen. Oh. Moet ik weer? Ja. Die ene? Nee. Iets anders, gewoon waar je zin in hebt. Even kijken. Ja. Doe maar iets. Ja, ik geniet nu heel veel weer. Het is heerlijk weer. Het is nou echt eventjes, de zon die ging net onder, we hadden net enorme stress. Plus we hadden dus een houtblokkengevecht waar je dus net een soort van montage mee zag. Ik denk dat we die kant moeten... Waarom? Ja. Waarom? Moeten we die kant op? Hi. Yes, wij hebben net op tijd de Pokémon gehad. We hadden echt nog 15 minuten zwemdend gehaald. We hebben het op tijd op kunnen nemen. Jongens, ik ga de camera opbergen. Ik neem hem de volgende keer in een wat makkelijker. Dan gaan we gewoon verder vloggen van de andere dagen. Maar dit is het einde van dag 1. Misschien. Weet ik niet. Het is bij ons altijd nog een raadsel. Dus de video is nog niet einde. Dus klik. En hier zitten we dan voor ons voor te bereiden om te gaan slapen voor dag 2. Yeah. En hier zit nou in één keer goudblokken bikini spontaan te roken. En te branden. Jongens, we hebben net even de beelden terug zitten kijken van dag 1. We hebben de opnames gezien en alles. Van de outtakes van... Er zitten best veel bloopers tussen. Ja. Blooper. Oh. We hebben dit wel naar je zien gehad op dag 1. Ik praat een beetje zachtjes, want het is 2:00 AM en ik weet dat we eigenlijk naar de bed moeten gaan. En tot morgen is het weer de hele dag kerst op bed. Ja, dan heb ik nog 2 jaar Ik heb hier zo. Kijk, het is 12:00 hoor. Ja, 12:00. Het is altijd 12:00. Het is altijd 12:00. Bij mij is het altijd 12:00. Dus. Nee, ik krijg er wel warm van. Dan is jouw huis inderdaad spontaan gewoon een spookhuis geworden. Ik weet het, je krijgt er warm van. Ja, als jullie het willen weten, echt al onze zut, die hebben we gewoon even op tafel gepleurd. Die zijn er stiekem aan het vergaderen daar. Kijk maar, Flareon, die staat met Evie aan het vergaderen, want het is heel erg stiekem. Ik,
wil niet weten wat ze van plan zijn. Ik ook niet. Ik ben er bang voor. Ah, dat hoeft niet. Ivy is hartstikke veilig. Oh. Oké, nou, in ieder geval, ik moet wel zeggen, als dag 1, normaal gesproken begin je dan rond een uur of 4 of zo, weet wel, of rond een uur of 5, tot het echt een beetje op gang begint te komen. We waren er gewoon voor 12, weer die 12 uur, we waren er gewoon voor 12 uur. Ja. En we zijn tot 10 uur gebleven, dus we hebben al 10 uur op zitten en dat was pas dag 1 en we hebben nog 2 dagen zo te gaan. Zondag is het trouwens tot 8 uur open, dus ja, we hebben lang te gaan. Ja, dus, En daar zien wij een HTC-kastje. Oké. Ja, ik wou er een video over maken, alleen die eerste video die is een beetje mislukt, dus ik kom nog wel een video van me. Ja. Jongens, wij zien jullie morgen. Komt ooit wel wat. Ja, we gaan ooit wel een keer zeker doen. Sleep. Nou. Morgen! Nou, eigenlijk is het geen morgen. Het is dag 2. Het is 12 uur. Ah, de klok hebben ze volgens mij gezien. Dat was gisteren tot bij... Oh ja, 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 het is 12 uur. Ja, dat had ik toen wij inderdaad die dingen hadden. Ja, ja. Nee, ik kom wat dus. Ik weet niet of ergens aan het water morgen zou kunnen zitten. Het is leuk vanaf mij, maar goed. Maar dat, ja, het is dag 2, zoals ik had gezegd. Ik heb een Flareon. Flareon is een beetje no. Dus, ja, ik had wat afkoeling nodig. Dus ja, Glaceon die heeft daar even open. Ja, Flareon die gebruikt nogal veel Sunny Day vandaag. Dus het is warm. Dus ik hou hem zo, dan staat iedereen. We hebben al één dek gevonden. De elektrische dek van Pokémon Trading Game. Ik kan me laten zien. En ik denk dat ik een keertje Trading Game ga livestreamen of iets. Lijkt me een keertje leuk. Oh, hier hebben we hem. Kijk. Het Luxray of X-ray of hond. Hond! Stouwland! Nog net niet. Iedereen kijkt al spontaan deze kant op. En daar zijn ze een battle aan het voeren. Ze zijn echt met pijl en boog. Volgens mij team Valor tegen team Mystic. Wat echt uitgevochten daar. En batterij is bijna leeg. Oh, batterij! Ik heb een tweede accu bij me, dus dat komt wel goed. Oh, mooi. You're touching your red button. Why are you touching your red button? Hij heeft geen adem meer. Rip. Ongelukkige lieren. Zo, zijn ik kom heel veel naar Stouwland langs. Stouwland! Dat is heel gelijk. Nou, achter mij stond dus een hond. En op mijn speakertje daar ging het nummer van Hey Yo Pikachu van Random Encounters ging af. En ik dus naar die hond toe. Hey Yo Pikachu. En die hond die springt recht op me dan af. Ik pak me de pokeball en springt tegen die pokeball aan. Pokeball valt open op de grond en hij gelijk met zijn neus in die pokeball. Dat was zo perfect. Dus nee, het is hier echt. Het is nou heel warm. Het is nou echt midden op de dag, 12 uur. Dus weer een hele mooie lucht. Maar ja, zoals ik al zei, Sunny Day is een beetje flink gebruikt. Dankjewel, Flareon. Dus, maar we zitten hier nou gewoon een beetje te chillen. En, ja, we zijn nog van plan om. Ik ben nog van plan om een dek te zoeken. Net zo'n dek als die Leroy heeft, maar dan van de Sylveon. Even want er zitten 4 Eevees in, er zitten 2 Sylveons in en 2 Leafeons, dus die wil ik zeker nog wel eens vinden. Dus gaan we naar kijken. Heb je nog iets te melden? Nee, ik zit hier gewoon nu heerlijk te genieten. Echt heerlijk. Ik ook, ik ga wel heel snel door mijn drinken heen, want ik heb nou net in het begin 1 blikje, maar ik pak nou dadelijk nog een blikje. Ja, daarom heb ik... Oh ja, nou weet ik wat ik nog eventjes wou melden. Dit is de tweede dag. En vergeleken met Tomocon en Animecon en al die andere cons waar we zijn geweest in Elvia voornamelijk, wil ik er ook bij vernoemen. Wow, eng gezicht. Je hebt een muntsysteem. En bij Tomo Play we hadden ze ook wel een muntsysteem, maar dan betaalde je 2 euro per munt? Ik weet niet meer. 2 euro, ja, we hadden wat. Ja, want... ja. Alleen voor die 2 euro dan kon je dus echt, dan kreeg je een grote bak friet bijvoorbeeld, noem maar op. En dat was dan 1 munt was 2 euro, dus voor 2 euro had je best wel een groot maaltijd voor. Ja, als je friet wou hebben, dan kreeg je dus best wel een grote portie friet. Daar kon je broodjes mee krijgen, noem maar op. Echt, het was heel goed geregeld. Hier betaal je gewoon voor 1 muntje 2,50. En als je dan 1 maaltijd wil hebben, ben je al 3 à 3,5 munt kwijt. Minstens. En wat krijg je? Dan krijg je een stokje met 3 lapjes, echt kleine lapjes vlees. En dat is dus omgerekend 8,75 euro. Dat is duur. Dus als je naar
Castlefest gaat, is mijn mening naar jullie toe. Ik krijg waarschijnlijk ruzie met de organisatie, maar dat boeit me niet. Ik heb een kaartje gekocht, dus ik kan mijn mening gewoon geven. Ik raad aan om je eigen eten en drinken mee te nemen. Ja. Dus koop hier geen muntjes. Ga hier geen eten halen, ga hier geen drinken halen. Neem je eigen eten mee, want het is hier echt peperduur. Tenzij dat je echt weet waar de kraampjes zijn. Daar hebben ze inderdaad wel een redelijke prijs dat je dan 1 munt of 1,5 munt moet betalen. Maar als je inderdaad bij het grote Mainplein staat, dan wil je echt geen eten gaan halen, want dan ben je 10 euro kwijt voor een gewone kleine maaltijd. Dus dat wil je gewoon niet. Dus ga je een keer naar Castlefest, is hartstikke gezellig, is hartstikke leuk. Maar alsjeblieft, koop dan geen muntjes. Doe dat niet, doe dat niet. Of misschien 1 of 2. Voor de rest niet. Ben je eens? Ja, inderdaad. Ik neem daarom ook gewoon lekker veel drinken mee. Ik heb een nieuwe cola, dat is zeldzaam. Voor mij is het zeldzaam. Ben je het er ook mee eens, rode knop? Ja. En ik wil het er even trouwens nog wel bij zeggen, jongens. Zeepie is 2015, Stevie is de nieuwe me. Dankzij hem. Graag gedaan. Ik vond Stevie ook zo geweldig. Ah, kijk hem nou. No! Hij heeft een hanghoortje. Ik zit naast Magic Carp en op met. Hij zit gewoon op Magic Carp. Ja, op Magic Carp en samen met de andere Magic Carp. Magic Carp is gedegradeerd tot stoel. Deze Magic Carp vindt dat niet erg. Over Eevee is trouwens nog één keer gesproken. Ja, ik ben ook bij Pokémon Go eventjes, maar er zijn al heel veel mensen. Dus ja, mocht je inderdaad in een grote groep zitten, heb je heel erg snel het probleem dat je connectie dus niet wil pakken, omdat jij komt vanuit één zendmast. Dus ja, dat is een groot probleem. En daardoor heb ik weer een Eevee. Ik heb al 2 Eevees misgelopen vandaag, omdat ik gewoon niet kon connecten. No. Maar ja, gebeurt er nog iets dan? Er spant iets, wees daar. Dus een Sparrow. Oh, lame. Jongens, mijn batterij die is bijna leeg, dus pak daar mijn andere accu. Gebeurt er iets spannends, dan zien jullie weer wat beeld. Dus. Yay, volgende scène. Ondertussen zijn wij bij dag 3 aangekomen. Onze 3 Pokémon trainers. Maar nou heeft Leroy besloten om eventjes even te laten zien hoe sterk en intimiderend zijn Vibes is. Vibes zou deze Skeletman eens even de stuipen op het lijf gaan jagen met zijn Vibes. Gaat dit lukken? Nou, als ik mijn Magic Carp zag, dan is het waarschijnlijk beter. Maar het ja, goed beeld. Maar goed, we zijn dus bij dag 3. Dag 3, over een andere dag. Hij zei helemaal niks. Ja. Saai. Wacht even, hij heeft geen stembanden natuurlijk. Iedereen is saai. Die grap is eigenlijk. Die grap is een beetje. Ik zet wel even de muziek even achter voor de vlog, jongens, want dit deunt toch wel door. Jongens, jullie weten dat ik mijn meest sterke dodelijke Pokémon bij me heb. Ha! Oh, wacht even! Team Rocket! Begrijp je maar voor! Wat ben jij in één kom? Jammer. Dat is best wel verder van val te behoeden. Om de mensen van dit volk te kunnen beïnvloeden! Om de kwaadaardigheid van elfjes aan te tonen! Om dichter bij de mainstage te kunnen komen! Michael! Dries! Sasha! Raya! Team Rocket zuipt nog sneller dan het licht! Dus vecht als een vent, of geef je over en zwik. En nu allemaal koppen dicht. Nou, oké, okay, that's it. Nee. Jij houdt nou even je mond dicht. Vecht als een man, bring it on. Hou hem erin vast. Hier heb ik 1 ding voor nodig. Hou jij van groen in de kolen? Oh, laat maar, Nee. Oh, gaan we nou wegrennen? Team Rocket, vlieg nu even toch! Team Rocket achteraan! Team Rocket, wacht! Ik wil met je kaart verkopen. Pak jij de. Nou, sorry! Kijk, moet je even slecht drinken. Nu zijn ze echt bang voor Vibes. Ik wist het wel. Yo! Kijk, dit is zo leuk, hè? Dat er dus mensen zijn die dus gewoon niks van je meekrijgen. Kijk, en zie je lachen, hè? En lachen. En dat vind ik leuk. Dat zoiets spontaan kan ontstaan, dat kan je van tevoren niet bedenken. Kijk, en dan komt hij, dan ga ik hem nog een hand geven ook. Ja, jullie hebben allemaal nog heel veel plezier. Pokémon! Nou, dat is dus een beetje een indruk waar je mijn kerstfest kan krijgen. Sorry, maar ik moest hier ook echt even een lesje leren. Ja, maar ik wou Magikarp verkopen aan ze. Ja. En hun
Het staat nu op camera dat je zegt dat jij Magic Cow zou verkopen aan Team Rocket. Ja. Wat voor een Pokémon trainer ben jij? Dit bewijsmateriaal, jongetje, gaat naar Agent Jenny. Jij bent verschrikkelijk. Oké, we hebben een nieuwe sport ontdekt voor onze Magic Carp en Feebas. Poké-tennis. Nice! Nice! Ja, die was perfect voor de video, jongens. Humrion heeft vriendjes gemaakt met Mr. Feebas. Weet wel, sommige mensen kunnen wel met Lee Bass vriendjes worden. Ja. Ik moet de muziek aanzetten trouwens, anders we gaan de vlog afsluiten. Ja, doe het muziekje. Geweldig dit. Nou jongens, dit bent echt helemaal van Pampus. Ik lig gewoon lekker relaxed. Ja, mijn Feebas is nu helemaal uitgeput. Nou, niet alleen jouw Feebas. Mijn hele evolutieteam ondertussen ook. Kijk, ik lig ook heel... Ja. Wij hebben wel 3 dagen ongeveer gevlogd. Ja, ik lig voor Pampus. Dit is wel erg luid trouwens. Maar dit was dus 3 dagen Castlefest. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gehad. Mocht je trouwens een keertje op zo'n evenement aanwezig zijn... Jawel, ik weet het. Ik vind het treurig. Het is afgelopen. Oh, die heeft al een hele enorme AC die op het moment. Aftercon depression. Oh. Maar ja, mocht je zelf dus ook aanwezig zijn op een con, wil ik jullie wel deze tip meegeven. Zie je iemand waarvan je zegt, oh dat is awesome en wil je een attribute dichterbij bekijken? Wees voorzichtig met zo'n spul, want het is niet jouw spul. De mensen die echt aan onze, evoluties, Feebas, noem maar op, hebben getrokken, dat is gewoon veel te hoog. Dus don't do that. Dat is de enige tip die ik mee wil geven. Vraag het eerst, alsjeblieft. Ja, altijd eerst vragen. Nooit zomaar doen. Heb je er nog iets aan toe te voegen? Ja, en na het vragen nog steeds voorzichtig blijven. Altijd voorzichtig. Wijze woorden van de Magikarp trainer. Ja. Dus zoals altijd. Dank jullie wel voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat het weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. En laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Ik dank jullie voor het kijken. Binnenkort komt er dan een nieuwe video met die pokerrap. Ik durf niet te zeggen wanneer dat hij komt, maar hij komt. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei! Doei! Gotta catch 'em all, gotta catch 'em all, yeah! Gotta catch 'em all, gotta catch 'em all! Sorry, sorry! Ja, sorry!